De hockeyclub Pelemaas is jarig. Afgelopen zaterdag vierde de club haar 40-jarig bestaan. Lidewij Welter gaf een hockeyclinic aan zo'n 100 jeugdleden. Zij is tweevoudig Olympisch en wereldkampioen, dus dat is geen kleintje. En zij staat nu inderdaad handtekeningen uit te delen. En ze heeft lekker meegehockeyd en heel veel tips en trucjes laten zien. Nou, het is met name dat ik wil dat ze het leuk hebben. En dat ik met name doorgeef dat dat belangrijk is. En verder gewoon kleine dingen. Maar eigenlijk wel de gouden tip. En dat is plezier hebben en heel hard trainen als je een Nederlands team wil worden. Kunnen ze het een beetje? Ja, uiteraard. We hebben heel veel talent, maar we zoeken nog altijd meer talent overal. Dus iedereen is altijd welkom om een balletje te komen slaan. Vanwege het 40-jarig bestaan hadden de hockeyclub ruim 1000 euro op voor Stichting Kidsbase. Onlangs werd de club uitgeroepen tot schoonste hockeyclub van Nederland. Wethouders Jansen en Van Kessel beloonden de leden met het behalen van deze titel en reikten het eerste exemplaar uit van een speciale strip. Deze strip gaat over het scheiden van afval en wordt de komende tijd verspreid bij verschillende verenigingen in de gemeente. Hang het in de kantine, geef het een mooie plek. Alsjeblieft. En gefeliciteerd. De hockeyclub Pelemaas bestaat op dit moment uit zo'n 230 leden en heeft de ambitie om de komende jaren door te groeien. 300 leden, dat is wel iets waar we naar uitkijken en dat lijkt ons ook realiseerbaar. Als het enthousiasme zo blijft, denk ik dat we absoluut zeker ook kunnen groeien en zeker hier het bestaansrecht blijven houden.